Goedemorgen. Ja, we zijn alweer op dinsdag aanbeland, zal ik jullie vertellen. Ja, het is voor mij nog vroeg. Het is, die klok net, twee minuten over negen is het. Maar in ieder geval, ik wens jullie als eerste natuurlijk weer een heel hartelijk welkom. Ja, warm onthaal, want het is koud en ik wil jullie met alle liefde omhelzen om jullie warm te maken, want het is echt koud buiten, vind ik tenminste. Maar ja, het is ook midden in het land, zal het wel warmer wezen dan hier, want we zitten hier bij de zee, hè? Maar het kan ook andersom wezen, je weet het maar nooit. Ik hoorde miauw, maar ik zie niks. Oh, daar. Hé, hallootjes. En Ewin zit op de stoel. Daar. Oh, Ewin. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen, Frodootje. Goedemorgen. Ja, die is er ook al uit geweest. Ik heb het wc'tje al opgeruimd. En tussen 9 en 1 uur vanmiddag kan de monteur komen. Vanaf rond een uur of 10 kan de huishoudelijke hulp komen. Dus ik ben eruit op tijd, toch? Ja, nou, dat moet ook, ja. Maar of ik er nog blij mee ben? Nou, nee. Dat weer niet. Ik had nog graag willen slapen, want ja, ik ben de laatste tijd zo moe. En hoe komt het? Ja, misschien door het weer, ik weet het niet. Donkere dagen, hè? Meestal. Maar ja, maakt niet uit. We gaan gewoon door met die bananen, hoor. Ja, wat moet jij? Ja? Wat moet jij? Oh ja? Spinnenkop. Maar in ieder geval, ik ga een bakje koffie maken en een broodje klaarmaken. Want het is wel tijd om te eten, hè? Ja, toch? En dan heb ik dat mooi op voordat alles gaat gebeuren. Frodo water geven en brokken water geven. Dan kan die ook eten en drinken, want de waterbak die is ook bijna leeg. En dat is de familiebak. Ja, dat zal ik jullie laten zien. Kijk, daar drinken ze allemaal uit. Dat armetje er nog was, dronk ze er ook uit. En nou doen hun dat met z'n drietjes nog. Nou ja, moet toch kunnen. En dat is boven net zo goed. Staat er op hun eigen kamer bij de katten. Daar staat ook een bakje met water. Daar drinken ze ook van hun tweeën. En op mijn slaapkamer staat een grote bak weer. En daar drinken ze allemaal uit. Ja, wat is er nou? Hé, wat is er dan? Wat moet je met mijn hand? Ja, hij pakte mijn hand en dan deed hij zijn nagels in, maar dan wilde hij geaaid worden. Hij is al wel lief, maar dat doet wel zeer. Hé? Ja, malle Eppie. Maar oké, het is donker, het is triest. Ik had wat verlichting aan moeten doen omdat het echt donker is. En ik hoop toch dat het thee van vandaag uit kan. Want anders vind ik het zo zonde van mijn stroom. Het is nog geen kerst, nee. Maar ja, doet er niet toe. Ik ben wel van huis uit gewend met de kerstdagen. Zoals tegen de feestdagen dat je dan ook overdag de kerstverlichting aan hebt. Ja, en dat vind ik ook wel mooi. En vooral als het dan zo donker is ook, hè. Ja. Maar ach. We moeten maar even kijken hoe het gaat. Ja. Je weet me nooit. Maar oké, ik zal zeggen tegen jullie, lieve vrienden, geniet van alles wat je doen gaat. Tot strakjes. Nou, wat denken jullie? Ja, de monteur die was er al. Ik had net mijn kopje afgerost, ik moet hem nog afdrogen, kwam die al. Hij is in de schuur bezig. Maar die man die werkt sinds een maand bij het bedrijf. En hij is bezig, hij heeft al de hele voorkant los en de folie eraf. Maar er moet meer los. En hij weet 1, 2, 3 niet hoe, maar het is ook wat donker. Dus hij heeft het mobiel gepakt, zijn werktelefoon.
Er zit natuurlijk ook een zaklamp op en dan kan hij er onderdoor kijken. Dus ja, de bus die staat hierachter. Dat, ik ga mijn kopje afdrogen en ik ga koffie maken en even goed een broodje. En als hij zover is dat hij weer gaat instellen hoe het moet, dan komt hij mij even roepen. Dus ja, ik ben blij dat hij er al is, ja. Voor hetzelfde geld zit je te wachten tot 1 uur en dan komt hij pas tegen 1. Ik was de eerste, dus ja, ben happy, ja. Als hij nou maar ook heel komt, ben ik nog happier. Ja, ben ik nog veel blijer. Maar oké, we wachten het af. Het is een nieuwe, zei hij, dus ja. Misschien moet hij ook nog wel bellen om te kijken van, ja, hallo, het lukt mijn zoon niet. Help even, hoe moet dat? Ja, dat heb je wanneer je nieuw bent. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot straks. Ik hou jullie op de hoogte. Ja, lieve vrienden, er is dus weer al een heleboel dingen gedaan en gebeurd. Huishoudelijke zorg, die bleek ik dus al te kennen van de kerk. Heel erg leuk, ja. Chrissy is heel even geweest met heel veel pijn en moeite. Ze heeft even wat gebracht. Dat zit in een vuilniszak, maar het is wel schoon. Lakens voor op de bank voor Frodo. Zit hier allemaal in. Dus daar ben ik blij mee. Dan heb ik tenminste wat... Kijk, vaak schone, sowieso. Ik deed het toch al wel, maar ik had maar 2. Die andere die kan ik allemaal weggooien. Allemaal vodden en lappen. Dat is niet goed. Dus dan heb ik weer fatsoenlijke oude lakens voor hem. En ik zal weg moeten nog. Ik kan gelijk de booster uitproberen. En ik heb net mijn laarzen even schoongemaakt. Die zijn nog een beetje nat. Want ik heb daar speciaal spul voor. Dat zit in een bakje. Even zien. Zwerden. Voor zwerden laarzen. Ik weet niet of jullie dat kunnen, maar daar heb ik mijn laarzen even schoongemaakt. Want als ik thuis ben, ja, ik kom met mijn wielen van mijn stoel er tegenaan. Dan heb je alweer een veeg erop. Ik moet de tuin van Frodo schoonmaken. Dan komt de troep op. Ja, dus als ik niet weg hoef, dan maak ik ze verder ook niet schoon. Maar nu moet ik weg en dan maak ik ze even altijd schoon. Iedere keer wanneer ik weg moet, ja, doe ik dat helemaal. Dus ik ga me even warm aankleden. En ik neem de GoPro niet mee, want het is ook koud. En ik probeer zo snel mogelijk weer terug te wezen. Want hoe later het wordt, des te kouder het ook wordt. Ja, en ik wil zo snel mogelijk ook weer thuis zijn. Dus ik zou zeggen, tot straks. Ja, dan waren we weer thuis. Ja, 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 een hele rit gehad. Ik zou zo snel mogelijk thuis komen. Maar ik was nog op jacht naar wat anders. Voorbij mijn kleding op 11 december. Met de bruiloft van Karen en Roderick. Daar miste ik nog wat bij. En dat heb ik nou erbij gekocht, maar ik laat het lekker niet zien. Nee. Nee hoor, dat zien jullie dan wel. Hé, ja toch? Of niet dan, Ewing? Hé, wauw. Ja, is het zo? Is het echt waar? Hé? Maar oké, ik had gezien dat Karen mij gebeld had, dus ik zal haar zo meteen even terugbellen. Want als ik weg ben... Dan neem ik niet op, nee. Dat gaat niet. Want dan ben ik aan het rijden, moet ik mijn hoofd bij het verkeer houden. En net zo min als in een auto. Je mag niet telefoneren met wanneer jij aan het rijden bent. Dus ja, ik doe dat ook niet. Ik vind dat levensgevaarlijk. Fietsers mogen dat ook niet. En ik vind dat wij dat ook niet mogen. Punt klaar. En of het zo ook al is geregeld in de wet. Dat weet ik niet eens, maar dat boeit me ook niet. Ik doe het gewoon niet, punt, klaar. Ja, ik heb nog het een en ander uit te pakken, ook voor de dieren. Vanwege de vlootjes, eventjes opruiming houden. Ja, 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 ja. Moet ook gebeuren. En dan de boel even spuiten, overal waar meneer dan ligt. En het komt allemaal wel weer goed. Ja. Hé, kerel? Ja.
Maar oké, lieve vrienden, ik ben er in ieder geval weer heel hard thuis gekomen. En ik zou zeggen, tot straks maar weer. Toedeledokies.